Dan geef ik het woord aan de heer Van Hagen van Forum voor Democratie. Gaat u gang. Voorzitter, Nederland is coronamoe. De gemiddelde Nederlander kan geen viroloog en geen epidemioloog meer zien. En mensen snakken naar de tijd dat je nog gewoon kon zeggen dat je verkouden was of griep had. Maar iedereen is doodziek van de maatregelen en van de kleuterachtige wijze waarop de overheid ons behandelt. Met wat angst en wat spiegeltjes en wat kralen worden we zoet gehouden terwijl we ons oude leven en onze grondrechten langzaam kwijtraken. We moeten God op onze blote knieën danken dat de terrassen straks ook 's ochtends vanaf 6 uur open mogen. En van onze grote leider mogen we straks naar de dierentuin. En we mogen niet eens naar de droomvlucht van de heer Wilders. Nog Koningsdag, nog de versoepelingen laten een piek in de besmettingen zien. En we kunnen inmiddels wel concluderen dat de grafieken eigenlijk niets anders laten zien dan een seizoenspatroon. Maar voorzitter, in 1 jaar tijd is de ravage die dit kabinet heeft aangericht groter dan in de 10 jaar daarvoor. We hebben minder bewogen, we zijn dikker geworden en we zijn bang. En de coronakilo's die zullen we wel weer wegtrainen en nu de sportscholen weer open mogen gaan van de meester. Maar de angst is een veel groter probleem. De illusie van veiligheid op grond van angst is namelijk niet gratis. De onterechte gedachte dat magere Hein elk moment langs kan komen met een dodelijk virus heeft een angstkramp veroorzaakt die ons nog ongezonder maakt. En deze stress heeft een grote invloed op ons immuunsysteem. Stress is de oorzaak van 90% van onze ziekte volgens de Amerikaanse celbioloog Dr. Bruce Lipton. En ik zou de minister willen vragen of hij hiervan op de hoogte is en of hij dit onderschrijft en of hij hier in zijn beleid rekening mee houdt. En misschien dat dit een goed argument is om bijvoorbeeld te stoppen met het dragen van die zinloze, schadelijke en angstwekkende mondkapjes. Voorzitter, inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe onderzoeken met goede resultaten die laten zien dat het gebruik van ivermectine heel goed is. Professor Dr. Pierre Corey heeft inmiddels aangetoond dat de sterftekans met 75% daalt bij behandeling van ivermectine. En ook in India zijn ze nu zelfs zover dat ivermectine wordt verstrekt als profylaxe aan iedereen boven de 18 jaar. De vraag is nu of deze minister de negatieve effecten van ivermectine heeft afgewogen tegen de negatieve gevolgen van het niet behandelen van COVID-19. En ik hoor graag van de minister wat hierover zijn huidige opvatting is. Voorzitter, met een IFR van inmiddels 0,15% en de wetenschap dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden, is het wonderlijk dat de Haagse ambtenaren doorgaan met allerlei kostbare bureaucratische plannetjes. De testsamenleving is dinsdag officieel gelegitimeerd door de Kamer, maar is al dood en begraven voordat hij begonnen is. Follow the Money deed onderzoek en vond uit dat cafés, restaurants, bioscopen, musea weigeren mee te werken aan dit verplichte testen. Het is namelijk nutteloos, kostbaar en het leidt niet tot een rendabele bedrijfsvoering. Heeft de minister deze signalen ook gekregen en wat gaat hij eraan doen? En vindt u ook niet dat alle activiteiten buiten, zoals kermissen en festivals, gewoon ongestoord moeten kunnen plaatsvinden? En voorzitter, dan nog een kort punt waar ik buikpijn van krijg. Gevangenissen hebben vaak zeer rigide coronaregimes. En partners van gedetineerden hebben al een jaar lang geen fysiek contact meer met hun geliefde. En kinderen mogen sinds kort wel weer bij hun vader of moeder fysiek op bezoek. Maar de vaders of moeders, de gedetineerden dus, moeten dan 10 dagen in quarantaine. Herkent de minister dit probleem en is het met mij eens dat dit absoluut niet de bedoeling is? Voorzitter, de zomer komt eraan en het virus is op zijn retour. Net als in de afgelopen duizenden jaren. En in de herfst gaan we deze minister weer op televisie zien waarschuwen dat alle papa's en mama's doodgaan. Ik zie een interruptie. Dank u wel. U heeft nog één vraag. Woord aan de heer Paternotte. Ja, voorzitter, heer Van Hagen had het erover dat er buiten weinig besmettingen plaatsvinden. Binnen kan dat natuurlijk wel heel goed, bijvoorbeeld bij wijnproeverijen. En dat is waar mijn vraag over gaat. Want we hebben hier gezien dat de heer Baudet, ook wel eens als hij naar het spreekgestoelte loopt, dat hij dan een hand op de schouder van een bode legt, vlakbij komt. Weet de heer Van Haga of er medewerkers van Forum of collega Kamerleden zijn die met het coronavirus hier door het gebouw lopen? En zo nee, doet Forum er wel iets aan om te voorkomen dat die mensen hier naartoe komen en mensen besmetten, terwijl ze weten dat ze in contact zijn geweest met iemand die ziek is? Ja, uiteraard. Het is wel grappig dat u van D66 deze vraag stelt. Dat is typerend. Maar nee, corona is een zeer gevaarlijk virus, evenals stevige griep is ook heel gevaarlijk voor ouderen en kwetsbaren. En wij hebben de policy dat als je ziek bent, dan blijf je thuis. En dat gebeurt ook, daar wordt ook op gestuurd, geen enkel probleem. Dus ik zie een persoonlijk feit aankomen. Even een persoonlijk feit, ondersteuning van kameraad Van Haga.
Ik heb op geen enkel moment hier aanwezigheid gehad terwijl ik een snotterneus had of een hoesje of een verhoging. En geen van ons is dat het geval. En daar hebben wij ook altijd een hele duidelijke lijn in gehad. Dus dit ter ondersteuning van de wijze woorden van Van Haga. Van voorzitter, hier staan twee mensen. Dank u wel. Ja, u heeft eerlijk gezegd geen vragen meer over, dus ik geef het woord weer aan de heer Van Haga. De microfoon doet het niet. Ja, is het, wat wilt u nu aangeven? Is het een vraag of een punt van orde? Of wilt u reageren op de heer Baudet? Ik zoek even wat u wilt aangeven. Ik denk dat het punt van orde is tegen de heer Baudet, die zich net hier weer niet aan de coronaregels houdt. En die staan twee mensen die regelmatig hebben gezegd dat het coronavirus bij heel veel mensen voor geen symptomen zorgt. Nou, bij sommige mensen klopt dat ook inderdaad. En die kunnen het nog steeds verspreiden, dat virus. De heer Van Haga, de heer Baudet, al hun collega's, alle medewerkers lopen hier door het gebouw. Zonder mondkapje, langs andere Kamerleden, maar, en dat vind ik veel belangrijker, langs alle medewerkers van de Tweede Kamer. En ik zou de heer Van Haga, en zeker de heer Baudet, willen vragen om zich te houden aan de coronaregels. Als ze het niet voor zichzelf doen, om dat te doen voor alle mensen die hier werken en die geen keuze hebben dan elke dag zich voor ons in te zetten. Ja, dank u wel. En ik zie dat mevrouw Hermans ook iets... Ja, mag ik eerst hierop reageren? Ja, want kijk, asymptomatische besmettelijkheid is nul. En dat zou ertoe leiden, als we deze D66-strategie zouden gaan volgen, dat iedereen die hier rondloopt, dus ook u meneer Paternotte, dan een potentieel gevaar is voor anderen. En dat is natuurlijk niet zo. U heeft geen snotneus, u bent kerngezond. En als u wel een snotneus krijgt, dan neem ik aan dat u thuis blijft. En dat is precies hetzelfde als wat wij doen. Dus deze insinuatie raakt werkelijk ook nog wel. Mevrouw Hermans. Voorzitter, volgens mij gaat het helemaal niet over insinuaties. Ik wil echt van harte het punt dat de heer Paternotte hier maakt ondersteunen en onderstrepen. En dat wij hier ook een verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van alle medewerkers hier in het Kamergebouw. En op het moment dat de heer Paternotte dat punt maakt, overtreedt de heer Baudet opnieuw de regels door gewoon een klop op de schouders te geven. Ik vind het echt niet passen en ik wil dat hier ook gezegd hebben. Was dat een persoonlijk feit of zo? Ik weet het niet. Het was een reactie op wat er gebeurde. Het woord is weer aan u. Dank u wel. Ik had het over dat de minister dan weer op televisie te zien zou zijn en zou gaan waarschuwen voor alle papa's en mama's die dan doodgaan. En dat is totale waanzin. En ik wil daarom iedereen complimenteren die inmiddels is toegetreden tot de parallele samenleving. Een samenleving van gezond verstand, waarin je thuis blijft als je griep hebt, maar geen mondkapje draagt, elkaar gewoon de hand schudt en elkaar knuffelt. Een vrije samenleving zonder indirecte vaccinatieplicht. Een vrije samenleving zonder angst. Dank u wel, voorzitter. Ik heropen de vergadering en allereerst wil ik even het woord geven aan de heer Van Haga van Forum voor Democratie. Het woord is aan de heer Van Haga. Ja, dank u wel, voorzitter. De schorsing is er iets gebeurd, namelijk de heer Paternotte is op zijn schouder getikt door mijn fractievoorzitter Thierry Baudet. En de voorzitter heeft mij gevraagd om daar toch iets over te zeggen, omdat wij een afspraak hebben in dit huis dat we ons aan de coronaregels houden. Wij hebben daarvan zelf gezegd, nou ja, die mondkapjes, omdat het hele kabinet altijd heeft geroepen dat dat niets uitmaakt en niets toevoegt, dat doen we niet. We vinden dat toch een soort symbool. Maar de rest van de coronamaatregelen, ja, daar houden we ons wel aan. En daarom, kijk, natuurlijk niets menselijks is ons vreemd, hè? Dus het gebeurt in een vriendschappelijk moment. Toch is het onjuist en ik kan me voorstellen dat meneer Paternotte dat ongepast vindt. Ook al denk ik dat hij wel af en toe mensen een elleboogje geeft en ik denk dat dat vergelijkbaar is. Maar de bedoelingen waren niet slecht, maar ik zou in ieder geval mijn excuses daarvoor willen aanbieden. En nogmaals, we houden ons aan de coronamaatregelen, maar we doen geen mondkapje op. Dank u wel. Ik waardeer dat u verontschuldiging aanbiedt aan de heer Paternotte, want we hebben hier inderdaad met elkaar de afspraak en dat is zeker de anderhalve meter en elkaar daar niet in aan te raken. Dank daarvoor.